We staan op het punt om in te stappen in de TGV naar Parijs, waar ik vandaag Deus Ex Human Revolution ga spelen. Ik kijk onwijs veel uit naar die game. Het is voor mij echt een van de kandidaten voor game van het jaar. Hij komt 26 augustus pas uit. Zo lang kan ik niet wachten, dus nu snel die trein in. Na 3 uur met de trein en een half uurtje met de metro zijn we aanbeland in dit pittoreske Franse hofje midden in Parijs. We hebben net een presentatie gehad van Deus Ex Human Revolution en ja, ik ben opnieuw verkocht. Ik was al verkocht, ik heb mijn hart verpand in die game. Ik ben een enorme fan van het origineel. 2 maanden geleden had ik mijn eerste hands-on, ook in Parijs. En nu zie ik de game opnieuw en ja, iedere keer word ik weer bevestigd in het feit dat we met iets heel bijzonders te maken hebben. Voordat de presentatie begon, werden we nog even met ons neus op de feiten gedrukt dat het echt een terugkeer is naar vooral deel 1. De terugkeer van cyberpunk, de terugkeer van de conspiracy theories en ja, de hybride open wereld gameplay. Het is absoluut geen free roaming game, geen sandbox, niks te maken met GTA of Red Dead Redemption. Maar binnen de levels heb je wel altijd meerdere routes die je kan pakken om van A naar B te gaan. Er zijn meerdere manieren om vijanden uit te schakelen. Je kunt vijanden zelfs omzeilen. En je hebt ook de vrijheid om jezelf helemaal op te tuigen met augmentations. Dus je hebt op verschillende lagen heel veel vrijheid. De gameplay is velerlei. Je hebt natuurlijk exploratie, onderzoeken van gebieden. Je hebt natuurlijk actie, praten met mensen. Maar het uitbouwen van je augmentations, zeg maar je cybernetic implantaten, die kun je verdelen in 4 categorieën. Namelijk social, combat, hacking en stealth. De missie die wij vandaag gedemonstreerd kregen speelde zich af in het voormalig textielgebied in Detroit. Een beetje een rundown vergeten gebied. Als je bij dat gebied komt, dan koos degene die het demonstreerde, die koos ervoor om het super stealthy aan te pakken. Dus echt, je mag gewoon niet opgemerkt worden. Nou, wat je dan doet is de hele tijd achter cover blijven, vijanden upsneaken en met je tranquilizer gun ze neerschieten. Nou, daar blijft het niet bij. Je moet die gasten ook wegslepen, dat collega's ze niet zien. Want als ze ze vinden, kunnen ze hun neergeschoten collega's weer wakker maken. Ja, en dan wordt er een alarm geslagen. Op een gegeven moment deed hij een silent takedown. Takedowns zijn in Deus Ex Human Revolution de supercoole finishing moves. Het kost wel heel veel energie, sowieso al je augmentations gerelateerde moves kosten energie. Kun je weer aanvullen door energy bars te eten of batterijen te vinden. Nou, op die manier kon hij heel veel mannetjes stil uitschakelen en zo de lift induiken. En op dat moment ging hij bewust zijn speelstijl veranderen. Nou, dus eerst een flink stuk stealthy hebben gespeeld, ging hij nu voor een complete run-and-gun aanpak. Als je voor de frontale aanval gaat, betekent overigens niet dat je echt letterlijk kunt run-and-gunnen, want je moet nog steeds gebruik maken van cover, je moet nog steeds gebruik maken van je augmentations, af en toe cloaken om de vijand op een verkeerde been te zetten. Maar je kiest wel veel meer de aanval. Ik bedoel, je loopt te schieten en te knallen, dus je maakt sowieso heel veel geluid. En je merkt ook echt dat die vijand echt goed samenwerkt. Tijdens de demonstratie ging hij ook echt een paar keer af. Nou, terwijl die gast al 3 jaar aan die game aan het werken is. Dus je zou denken dat hij wel alles weet van die game en alle ins en outs. So you absolutely need to play this game because it's going to show you what your future is all about, and it's bleak and it's dark and it's dangerous and it's scary, and you need to know what you're going to have to do because it's going to happen for real, and it's also sexy, steamy and wet. Ik zit opnieuw in de Thalys, deze keer terug naar Nederland. De presentatie zit erop, het was een mooie dag. Wat mij betreft heeft Deus Ex Human Revolution opnieuw bevestigd wat ik eigenlijk al een hele tijd vind, namelijk dat dit terecht een game is waar heel veel mensen naar uitkijken. 26 augustus komt hij uit voor PC, PlayStation 3 en Xbox 360. Maar ik kan hem nu al spelen. Ik heb namelijk een dikke preview code mee naar huis gekregen. Ongeveer 1/3 van de game, dus ik ben heel erg blij. En meer over Deus Ex Human Revolution lees je in een van de aankomende nummers van Power Unlimited. There's a Final Fantasy 27 poster somewhere in the game. Huh? Damn! There we go, I knew it.